Welkom bij onze nieuwe aflevering van de nieuwe podcast. Mijn naam is Elias, a.k.a. UPT, en ik ben hier vandaag met een speciale gast. Nina, stel je eens even voor, wie ben je, wat doe je, geef het ons gewoon allemaal. Hallo, ik ben Nina, ik ben 19 jaar en ik doe gewichtheffen. Ik doe nu al gewichtheffen voor ongeveer 7 jaar, daarvoor heb ik heel lang geturnd. Dus ik ben altijd al redelijk sportief geweest. En ja, ik denk dat dat wel de grootste dingen zijn die ik kan zeggen over mezelf. Alright, en studeer je op dit moment? Nee, momenteel niet. Ik heb geprobeerd om mijn studies te combineren met topsport. Maar zoals dat sommige anderen wel zullen gemerkt hebben, is dat heel moeilijk. Zeker als je vaak in het buitenland zit, gelijk dat dat bij mij het geval is. Dus ik heb er momenteel voor gekozen om dat even gewoon stil te leggen. Misschien dat dat iets is dat ik in de toekomst nog kan opnemen. Maar voor nu is het even gewoon fulltime topsport. Alright, super. Ik denk dat een beetje de droom is van mensen om volledig met je sport bezig te zijn. Ik krijg ook heel vaak die vraag van, wat doe je nu eigenlijk? Maar dus, topsport weightlifting. En woon je dan nog thuis? Ja, momenteel woon ik wel nog thuis. Dat is gewoon gemakkelijk, want ja, met als je zoveel in het buitenland zit en zo, is dat wel soms... Ja, dat is iets waar ik over moet nadenken, zeker omdat de prijzen van de huizen tegenwoordig zo duur zijn. Als je veel in het buitenland zit, dan moet je zo wat kijken, wat is de moeite. Dus ja, en ik vind het thuis wel gewoon goed, dus ja, ik woon gewoon thuis, ja. Ja, dat is perfect. Ik stel die vraag nu aan u, omdat ik zelf ook die vraag veel krijg. Je investeert heel veel in je sport, maar krijg je er ook iets van terug financieel? Dat is wel een beetje een moeilijke. Allee, ik denk dat dat iets is sowieso voor alle topsporters in België. België is nu eenmaal niet veel geld voor topsport in België. Ook voor sport in het algemeen. Dus ik krijg wel een loon van Sport Vlaanderen, waar ik heel blij mee ben. Maar het is niet dat heel veel. Het is niet dat ik er rijk van ga worden, dat niet. Het is ook niet dat dat mijn bedoeling is met topsport, totaal niet. Dus ja, ik denk, zoals elke topsporter, dat ik wel probeer op andere manieren ook wel een beetje bij te verdienen, ook om te sparen voor later. Dus door af en toe een keer trainingen te geven of door met andere dingen bezig te zijn, ook sponsoring. Dus ja, ik probeer op allerlei manieren een beetje te sparen. Maar dus, ik verdien er wel iets aan, maar ik word er niet rijk van. Ja, dat is wel heel nice. Bijvoorbeeld in de powerlifting. Wij krijgen eigenlijk helemaal niks, bijvoorbeeld. Ik denk dat je er ook van kan meespreken hoe duur het soms is om naar een kampioenschap te gaan. Maar het is soms heel moeilijk om zoveel in je sport te investeren als je er niks uithaalt. Dus je moet het natuurlijk wel heel graag doen. Ja, klopt. Ja. Ik denk dat niemand begint met topsport om er rijk van te worden. Dan kunnen beter andere dingen gaan doen. Dus ja, in het begin moet je zeker heel goed gemotiveerd zijn. Ik denk dat er ook wel van af hangt welk sport dat je doet. Of dat er veel geld in zit of niet. En of dat je zelf je wedstrijden moet betalen of niet. In het begin hebben mijn ouders ook echt alle wedstrijden zelf moeten betalen. Dus dat wil zeggen, alles voor mij, maar ook voor mijn twee coachen. Want we moeten altijd met minstens twee coachen zijn. Dus dat is heel duur. Maar ja, gelukkig na een bepaalde tijd ben ik toch aan wat sponsors geraakt en gelukkig nu ook is Sport Vlaanderen er om mij te ondersteunen, dus ik ben daar wel heel blij mee. En dat ze toch ook wel zien van, kijk, we geloven in Nina en dat ik toch ook wel kan tonen van, het is dan waard om even in mij te geloven, want ik breng de resultaten wel, dus ja, ik ben daar heel blij mee. Ja, en daar wil ik misschien even verder op ingaan, want... Die hulp van Sport Vlaanderen en die sponsoringen, die krijg je natuurlijk niet zomaar. Nina, je bent 19 jaar nu. Ja. Vertel ons misschien eventjes, wat heb je allemaal al bereikt tot nu toe? Denk mijn grootste prestaties zijn bronzen medaille op een EK van volwassenen. Dat heb ik vorig jaar bereikt. Ook vorig jaar was ik 5e op de Olympische Spelen. Dat is zeker ook één om niet te vergeten. En dan nog één, denk ik, zilveren medaille op een WK voor junioren. Dus dat is een WK tot en met 20 jaar. Dat is allemaal vorig jaar gebeurd. Dus ik denk dat ik wel kan zeggen dat vorig jaar wel mijn beste jaar tot nu toe is geweest. Natuurlijk ben ik ook nog jong, dus ik ga nog relatief snel vooruit. En ik maak nog relatief snel progressie.
Dus ja, wie weet wat er nog gaat gebeuren, maar ik ben hier al heel blij mee, alleszins. Ja, ik denk dat je daar zeker heel blij mee mocht zijn. Dus je bent junior op dit moment en dat is toch tot 20 jaar al? Ja, klopt. Dit jaar is mijn laatste jaar als junior, want het is tot en met het jaar waarin je 20 wordt en ik word dit jaar 20. Dus ja. Ja, dat is dezelfde regel als bij powerliften. Maar de leeftijdscategorieën zijn iets anders. Bij ons is het junior van 18 tot 23. Ja. En dan de open of de senioren is eigenlijk vanaf 23 tot dan 39. En dan zijn het de masters. Dus jij bent begonnen als subjunior? Ja, bij ons heet dat anders. Bij ons, ja, in Nederland heet dat kadetten in het begin. Ja. Dus dat is eigenlijk onder de, ja, jonger dan het jaar waarin je 15 wordt, is eigenlijk het jongste. En dan heb je, ja, we noemen dat eigenlijk in het Nederlands gewoon jeugd. Dat is dan het jaar waarin je 16 wordt en het jaar waarin je 17 wordt. En dan als je plus 17 bent, dan ben je eigenlijk junior tot en met het jaar waarin je 20 wordt. En dan vanaf je 21ste ben je, ja, volwassen. Tot en met het jaar waarin je 34 bent en dan vanaf 35 ben je, ja, master. Ja, alright, oké, okay, goed. We zullen eerst nog even, dus we hebben net de leeftijdscategorieën gedaan, we zullen het even hebben over de gewichtscategorieën. En dan zullen we misschien, dan wordt het misschien tijd om uit te leggen wat dat Olympisch gewichtheffen nu eigenlijk is, want niet iedereen zal dat kennen. Dus Nina, in welke gewichtsklasse of gewichtsklassen, klasses, doe jij mee? Degene waar ik het vaakste mee doe is de min 55. Bijvoorbeeld op de Spelen vorig jaar heb ik in de min 49 meegedaan. En soms doe ik ook wedstrijden mee in de min 59, vaak degene die iets minder belangrijk zijn. Dus ja, het hangt een beetje af van, ja, de belangrijkheid van de wedstrijd in welke klasse dat we gaan meedoen. Dat van de 49 was eigenlijk gewoon, ja, voor de Spelen, omdat het echt wel nodig was, omdat ik me anders niet heen kunnen selecteren. Dus ja, in die klasse, ja. En wat zijn zo de nummers die je doet? Of misschien moeten we eerst uitleggen wat dat Olympisch gewichtheffen is en dan de gewichten doen. Alright. Ja, ik denk het makkelijkste dat ik het kan uitleggen is dat je in twee bewegingen het gewicht dat op een baar zit boven je hoofd moet proberen steken. Zoals we al gezegd hebben, worden de mensen opgedeeld in leeftijdscategorieën en dus ook in gewichtsklasses. Omdat dat anders nogal oneerlijk zou zijn. Dat is net gelijk in powerliften ook. Dat je, ja, je kunt natuurlijk niet iemand die 100 kilo weegt of iemand die 50 kilo weegt, je kunt niet hetzelfde doen. Ook vrouwen en mannen is natuurlijk apart. Dus we hebben twee bewegingen op wedstrijd. We hebben de snatch, of in het Nederlands heet dat trekken. Dat wil eigenlijk zeggen dat je het gewicht in één keer boven je hoofd gaat steken. En dan heb je ook de clean and jerk, of, of schouderen en stoten. En ja, dat is het gewicht twee keer op, ja, omhoog krijgen. In twee keer omhoog krijgen. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat je eerst het gewicht op je schouders gaat leggen, gelijk dat het eigenlijk letterlijk zegt, en dan boven je hoofd steekt. Dus ja, ik denk dat dat een beetje is. Het is wel redelijk vergelijkbaar met powerliften, maar toch zijn er toch wel grote verschillen ook. Maar ja, de basisdingen zijn wel gelijk, denk ik. Het is een gewichtsklasse, het is met een baard, het zijn gewichten, je moet het boven je hoofd steken of deels boven je hoofd steken. Dus ja. Ja. Het verschil in zo'n wedstrijd zit hem dus eigenlijk gewoon. Olympisch gewichtheffen, dat zijn twee bewegingen, de snatch en de clean and jerk. En powerliften is dan de squat, de bench press en de deadlift. Ja, ik denk als je naar een wedstrijd kijkt, dat inderdaad is wel dat je kunt, ja, het verschil in kunt zien. Maar natuurlijk op technisch vlak en op vlak van, ja, gewoon hoe moeilijk dat de bewegingen zijn, is ook wel een groot verschil. Ik denk dat powerliften moeilijker is op het vlak van, je moet echt maximale kracht gebruiken. Je moet echt wel heel sterk zijn, terwijl in gewichtheffen moet je natuurlijk ook sterk zijn. Maar er zijn wel verschillende factoren die erbij komen kijken. Je moet ook explosief zijn, je moet lenig zijn, je moet, ja, de juiste techniek hebben. Want ja, bij ons, als je een gewicht een millimeter voor of achter is, dan ligt dat op de grond en dan lukt het niet. Dus ja, op dat vlak zijn er natuurlijk ook wel nog verschillen. Ja, ik denk dat we er alle twee over eens kunnen zijn dat Olympische gewichtheffen de meer technische sport is. En bij powerliften zitten we gewoon met zwaardere gewichten te sleuren. Ja, klopt. Ja, ja. Het is ook met drie beurten telkens. En ik denk dat het verschil ook nog is dat je bij Olympisch gewichtheffen per kilo omhoog kan gaan. En bij powerliften is het per 2,5 kilo. Ja, klopt.
Je hebt inderdaad drie beurten voor de snatch en drie beurten voor de clean and jerk. Dat wil zeggen drie beurten in totaal, dus niet per gewicht. Dus niet gelijk met hoogspringen of zo. Dus dat is natuurlijk heel stresserend, maar ja, dat weten jullie ook. En ja, het is inderdaad zo dat je per kilo kunt verspringen. Volledige kilo, niet met halve kilo's, dat werken we niet. Ja, en dat geldt voor iedereen, of dat je nu beginner bent of dat je een mensrecord gaat breken, dat scheelt voor ons niet. Het is altijd per kilo dat je omhoog kunt gaan. Dus ja. Ja. Ja, misschien, dat zijn we nog vergeten. Hoeveel keer Belgisch kampioen ben je eigenlijk al geworden? Oei, dat weet ik eigenlijk niet. Ik zou denken, elk jaar dat ik al heb meegedaan, wacht hè, dus hoeveel keer zou dat zijn? Zes keer of zo? Ja. Ja, ik weet het eigenlijk niet. Dus eigenlijk vanaf dat je gestart bent tot nu? Ja, ik denk het, ja. Amai, ja. En nu dat we eigenlijk weten wat een snatch en wat een clean and jerk is, wat zijn de gewichten dat je eigenlijk doet? Want we zullen misschien 10 secondjes de tijd geven aan de luisteraars. Wat denken jullie? Nou, een vrouw van 19 jaar, van 49, 55 of 59 kilo, boven haar hoofd kan gooien, basically. Nina, zeg het maar. Mijn beste resultaat, dus dan wel in de min 59, is... moet ik zelf even denken. Wordt hij 92 snatch en 115 clean and jerk. Ja. Wauw. Ik denk dat er heel veel jongens en meisjes aan het luisteren zijn die nu denken van dat is crazy. Om een gewicht om 92 en een halve kilo en 115 kilogram boven je hoofd te steken in één en in twee bewegingen, dat is crazy. Ik weet dat het doel van heel veel jongens 100 kilo benchpress is. Maar ik weet ook dat er heel veel dames en heren zijn die 100 kilo willen squatten bijvoorbeeld. Dus dat toont natuurlijk wel aan hoe sterk je bent. Ik ben heel benieuwd, en ik denk dat de luisteraars dat ook wel leuk zullen vinden. Ik ben heel benieuwd, je bent op een hele jonge leeftijd begonnen, 13 jaar of 14? Ja, 13. 13 jaar. En je hebt al van alles bereikt in de sport. Maar wat was nu eigenlijk de invloed van Olympische gewichtheffen op je leven? Heel groot wel. Ik heb altijd al veel gesport. Ik ben sinds mijn 5 jaar heb ik geturnd. Ook echt wel 5-6 keer in de week. Dus ik heb altijd wel veel getraind. Maar ik denk het grote verschil voor mij was dat het veel serieuzer was. En ook natuurlijk al die wedstrijden in het buitenland. Ook stages in het buitenland. Dat ik gewoon veel in het buitenland zat. En natuurlijk, ja, toen ik 13 was. Ik zat in het derde middelbaar. Dat is moeilijk voor die mensen, alleen voor de kindjes, voor de leerlingen, om dat te snappen. Die denken dan, ze gaat op reis, ze gaat op vakantie, dit en dat, al ze moeten lessen niet volgen. Dat is natuurlijk niet zo leuk om te horen, zeker omdat de leerkrachten zeggen dan van ja, vraag aan hun dienen en hun dienen om je spullen bij te houden en om de lessen bij te houden. Maar ja, als ze niet eens geloven dat je echt hard aan het werken bent op dat moment, dan doen ze dat ook niet deftig. Dus dat is voor mij wel een moeilijke periode geweest. Zeker naar het einde van het middelbaar toe, zo het zesde middelbaar, was echt wel aftellen voor mij tot gedaan was eigenlijk. Omdat dat voor mij heel zwaar was, omdat ook, ik was met moeite thuis, dat waren hele lange dagen voor mij. Dus dat was echt wel heel zwaar. En voor mij was het ook een beetje, zolang ik in het middelbaar zat, wou ik echt wel... Mijn school, dat was echt wel prioriteit, omdat ik zoiets had van oké, ik moet echt mijn middelbaar diploma halen. Daarna kan ik nog zien wat ik doe, maar dat moet ik echt wel hebben. Dus dan heb ik ook bij mezelf afgesproken van oké, vanaf dat ik gedaan heb met middelbaar, ga ik wel volledig voor mijn topsport gaan en daar echt op focussen. En dan komt school op de tweede plaats. Dat heb ik dan ook gedaan. Ik denk, het grootste wat dat voor mij heeft veranderd, is dat ik gewoon andere beslissingen heb moeten maken dan dat ik misschien initieel wou. Maar
het heeft ook heel veel positieve dingen met zich meegebracht. Ik denk dat ik veel sneller te weten ben gekomen wie ik ben en wat ik wil en hoe ik in het leven sta dan andere mensen van mijn leeftijd. En ook natuurlijk, ja, ik heb heel veel landen al gezien, ik heb heel veel plekken al gezien, ik heb heel veel mensen tegengekomen. Dus ja, dat is allemaal wel heel leuk. Ja. Dat was een hele boterham ineens. Ja, wauw, waar moet ik beginnen? Ja, misschien moet ik eerst even beginnen met, ja, het is natuurlijk niet makkelijk voor jou als je een beetje wordt, ja. Ik kan me goed voorstellen dat iedereen soms een beetje anders naar je keek als je weer op vakantie ging bijvoorbeeld, terwijl dat je eigenlijk keihard aan het werken werd. Je zegt ook van ja, dat was moeilijk voor mij en dat was echt aftellen. Maar hoe komt het dan eigenlijk dat je dan toch zit blijven voortgaan? Het is inderdaad heel moeilijk, omdat op een bepaald punt kom je ook... Ja, als je in het middelbaar zit, je komt in je puberteit, iedereen begint uit te gaan, begint alcohol te drinken, begint leuke dingen te doen. En jij, ja, je kunt niet echt mee. Alleen, je kunt wel een keer mee, maar je moet op tijd in je bed, je moet deftig eten, je moet genoeg slapen enzovoort. Dus dan moet je ook wel keuzes beginnen maken. En dat is wel zo'n beetje een struggle, wat je, ja, heel vaak ziet met topsporters die redelijk jong zijn, dat je daar een keuze moet maken van oké, wat wil ik eigenlijk? Wil ik inderdaad mee gaan feesten elke keer met mijn vrienden? Of wil ik in die topsport echt wel iets bereiken? Want ja, je kunt wel een beetje doen, maar alle twee samen gaat eigenlijk niet. En dat was wel moeilijk, maar uiteindelijk heb ik daar voor mij wel echt een keuze in kunnen maken. Allee, dat was eigenlijk vrij duidelijk wel van ja, ik wil wel echt met die topsport verder gaan, want ik wil echt wel... Ja, ik wil echt wel kunnen tonen dat ik op mezelf iets kan bereiken, dat ik hard kan werken voor iets, naast de school dan. En ja, nee, dat was voor mij een beetje een manier om toch wel aan iedereen ook te kunnen tonen van kijk, ik ga niet zomaar op vakantie. Ik doe hier echt wel serieuze dingen en oké, misschien dat je dat nu niet inziet, maar binnen 5 jaar ga je dat wel inzien. Dat ik echt wel die tijd heb gebruikt om hard te werken aan mezelf en om hard vooruit te gaan. Dus ja, dat is eigenlijk de reden denk ik waarom dat ik verder ben gegaan. Ja, ook wel natuurlijk omdat ik wel redelijk goed was in wat ik deed. Dus dan kreeg ik wel, vanuit het gewicht even kreeg ik wel de bevestiging van je bent echt goed bezig en je kunt dat en dit en dat. Dus dan dacht ik oké, maar ja, dan doe ik gewoon verder. Ja. Ja, ik, heel veel, ik hoor heel veel van andere mensen van, ja Elias, hoe kun je daar zoveel tijd in steken? Vind je dat niet erg dat je dingen moet opgeven? Ik persoonlijk, ik zie dat niet echt als dingen opgeven. Gelijk dat gezegd, je maakt een keuze. Je hebt prioriteiten. En ik weeg gewoon af, wat is er belangrijker voor mij? Elke dag gaan feesten? Of elke dag met mijn training bezig zijn? En ik maak gewoon die keuze voor mezelf. En ik denk dat heel veel mensen die het zo niet goed weten, gewoon eens heel eerlijk met zichzelf moeten zijn, want dat is niet voor iedereen en niet iedereen is daarvoor gemaakt. Dus ik denk gewoon dat je voor jezelf gewoon de vraag moet stellen van oké, wat heb ik erover en hoe zwaar is het ook om zo gezegd iets op te geven? Ja, inderdaad. Ik denk ook dat zeker toch als je nog jong bent, als je in het middelbaar nog zit, dat je ook soms denkt dat je mee wilt uitgaan, maar dat je eigenlijk gewoon denkt van ah, ik moet erbij horen. Want dat is heel moeilijk op die leeftijd, want ja, je hebt letterlijk een hele klas die aan de kant staat van wij gaan feesten en samen naar verjaardagsfeestjes en weet ik veel wat allemaal. En dan ben jij de ene die aan de andere kant staat van nee, ik doe dat niet en ik doe totaal andere dingen. En dat is heel moeilijk op die leeftijd. Ja, dat is eigenlijk altijd moeilijk, maar zeker op die leeftijd, omdat je constant in vraag stelt, je wilt erbij horen enzovoort. En ik denk inderdaad dat je gewoon naar jezelf moet kijken en gewoon denken van oké, wil ik echt uitgaan? Vind ik dat leuk? En als je dat leuk vindt, is dat perfect oké, hè? Je mag dat doen. Het is niet dat wij mensen gaan verplichten om topsport te doen. Integendeel, want het is gelijk dat je zelf zegt, dat is heel zwaar. En in het begin is dat heel leuk, omdat je er nog snel vooruit gaat en je leert nieuwe mensen kennen en het gaat allemaal heel goed, maar je komt op een bepaald punt dat het minder goed gaat gaan en dat je misschien gaat pijn doen of dat je gewoon ja, op een punt komt dat je minder snel vooruit gaat. En het is op dat moment dat je gaat afvragen van oké, heb ik wel de juiste beslissing gemaakt? En dan moet je inderdaad gewoon naar jezelf kijken van ja,
wat heb ik gedaan en ben ik blij met deze beslissing en wil ik het blijven verder doen of niet. En ik denk dat je er vanzelf wel uitkomt op dat moment. Ja, dat is een paar wijze woorden. Ik herken dat heel hard bij mezelf ook. Ik herinner me nog, ja, ik ben wel een heel pak later begonnen met de sport. Ik heb altijd heel veel andere sporten gedaan. En ik vond nooit echt 100% mijn plaats precies. Ik heb nooit kunnen kiezen van, oké, ik ga op één sport focussen. Uiteindelijk werd ik wat ouder en dan naar de fitness binnen gaan. En dan iemand die vroeg, waarom probeer je niet sterker te worden? Er is een sport, powerliften bijvoorbeeld. Oké, ja, nice. En ik herinner me nog, toen dat je dan eigenlijk net naar Tunis ging en gaan studeren, dat ik eigenlijk heb geprobeerd om dat uitgaan, om dat gewoon eens te proberen. En ik weet nog, de eerste 2 weken, ik denk, voor mij was dat crazy veel, maar ik denk dat ik 4 keer ben uit geweest op 2 weken. En na elke keer zei ik gewoon tegen mezelf van, hey gast, doe dat nooit meer. ik meen het, voor mij is dat geen, ik amuseer me graag, ik dans graag. Maar dat overmatig drinken en dat opblijven tot ik weet niet hoe laat, dat is echt niets voor mij. En op dat moment heb ik wel echt ingezien van, alright, ik ben gewoon niet daarvoor gemaakt. Ik doe heel graag powerlifting. Ik ga daar gewoon 100% voor doorgaan. Allee, ik was al sowieso al van plan. Maar ik dacht, misschien kan ik dat wel combineren. Je merkt dan, no way. En ja, dan maakt ze eigenlijk gewoon een keuze. Dus ja. Over het positieve dat je daarnet had, dat je dat weightlifting al met zich mee heeft gebracht. Je zegt, ik heb al heel veel gereisd. Ik heb heel veel nieuwe mensen ontmoet. Hoe heb je dat allemaal ervaren? Ik moet wel zeggen, ik was natuurlijk 13 toen ik begon. Op 7 jaar tijd heb ik heel veel meegemaakt. Dat is ook heel snel gegaan voor mij. Omdat ik eigenlijk, ik vind het altijd zo arrogant om te zeggen, maar ik was van in het begin gewoon wel redelijk goed al. Dat heeft tot geleid dat ik eigenlijk binnen een paar maanden mijn eerste internationale wedstrijd heb gedaan en dan mijn eerste EK voor mijn leeftijd en dan is dat eigenlijk verder gegaan. Dus ik heb heel veel plekken gezien, dat wel, maar op een bepaald punt als je zoveel in het buitenland zit, dan is dat zo'n gewoonte op een duur, dat je niet eens, je zit dan in een hotel of je zit in de trein enzovoort, en je denkt dan gewoon op dat moment van ik moet rusten, of ik moet mijn trein, ik moet me klaarmaken voor mijn wedstrijd, oké, je doet je wedstrijd. En dan gaat je zo wat babbelen met mensen die je hebt leren kennen. Of dan gaat je wat uitslapen omdat je moe bent. Of gaat je eten omdat je kijkt dat je bent afgevallen of weet ik veel wat. Maar vaak, die laatste dag, ben ik vaak bezig geweest binnen of in het hotel of zo. En het is pas na een paar jaar dat ik me eigenlijk heb gerealiseerd van dat eigenlijk heel jammer is. En dat ik beter die laatste dag zou gebruiken om een keer echt te zien waar ik ben. Om een keer echt in de stad te gaan lopen, of een keer mensen leren kennen die daar effectief wonen, of gewoon in het land waar ik ben. Want ik kom ook vaak op plaatsen die totaal toeristisch zijn. Dus dat is heel leuk om te zien dan. Dat is totaal anders dan als je, bijvoorbeeld als ik naar Turkije ga, mijn eerste internationale wedstrijd. Ik zat niet in de hoofdstad, ik zat echt in zo'n piepklein stadje. Dat was iedereen zo raar naar mij te kijken, omdat ik een shortje aan had met daar de vlag van Amerika op. Iedereen vond dat kei raar en ik dacht, ik weet gewoon een short, maar iedereen vond dat super raar. En iedereen keek raar naar ons, want daar lopen nooit toeristen. En zo van die dingen, dat is gewoon leuk om mee te maken. En daarom dat ik nu wel probeer, elke keer dat ik in het buitenland ben, maar wel zo even tijd te nemen om toch zo iets te zien. Dat ik toch wel weet van, oké, ik ben daar geweest en zo een herinnering opdoen die niet te maken heeft met mijn gewicht even en mijn wedstrijd. Want je komt daar misschien maar één keer. Er zijn toch wel dingen die je dan op dat moment de kans krijgt om te doen. Ja, dat klinkt heel herkenbaar. Ik heb nu
nog maar 3 internationals gedaan. Maar dat klinkt zo super herkenbaar. Ik ben daar dan. En ja, je zit daar eerst een paar dagen voorhand. Want ja, je moet acclimatiseren, je moet je weg een beetje doen. Je wilt niet. Je kunt niet de dag van de competitie toekomen en meedoen. Dat is onmogelijk. Dus ja, je komt dan twee nachten op voorhand bijvoorbeeld. En dan moet je rustig houden. Want je moet daar gewoon voor presteren. Dus je gaat daar niet elke dag, je gaat daar geen 20 kilometer door de stad gaan rondlopen, want dan zijn er kapot. Zeker als je ook een weight cut moet doen of een watercut. Je glycogen source niet meer opvullen. Als je ze allemaal burnt en niets meer bijvult eigenlijk, je gaat je gewoon niet goed voelen. Dan heb je competitie, maar natuurlijk, er zijn ook andere competities die je misschien ook graag wilt zien. Dus je gaat dan naar de venue, je gaat naar een wedstrijd gaan kijken. En zonder dat je het weet, de dagen passeren en je hebt inderdaad gewoon niets van de stad gezien. Ja, inderdaad. Ik denk dat je gewoon op dat moment zo hard in het gevoel zit van de wedstrijd en van alles wat er daar gebeurt, dat je soms zelf niet realiseert dat je eigenlijk aan de andere kant van de wereld zit. Ja. Het is precies, je zit op een plaats waar zo, ik zal dat dan zo wel zeggen, als je zit op de gewichtheffplaats of zo, de wereld van het gewichtheffen of de wereld van powerliften gelijk, maar je realiseert er niet van, ik zit eigenlijk in Colombia of ik zit eigenlijk in Amerika of ik zit eigenlijk... Dus omdat je zo hard gefocust bent op die wedstrijd, of zo hard gefocust bent op andere mensen, of gewoon andere wedstrijden kijken, of op je eigen wedstrijd, of nog afvallen, of whatever, dat je niet mee bezig bent, dat je eigenlijk totaal onder plaats bent. Ja, het is jammer om te zeggen van, eigenlijk ben ik niet op reis, want obviously, wacht, ik ga even mijn raam doen. Excuseer. We zitten hier niet in een full-blown studio, we zitten hier gewoon op mijn kamer, dus excuseer. Dus wat ik wou zeggen was, je wilt niet arrogant overkomen door te zeggen van eigenlijk ben ik niet op vakantie, want ik ben hier voor een wedstrijd te doen. Maar achteraf kun je wel zeggen, wauw, ik heb een mooie vakantie gehad, want ik ben naar een ander land geweest, ik heb mogen doen wat ik graag doe, weightliften, powerliften, uw sport, maakt niet uit. En ik heb heel veel nieuwe mensen ontmoet, het was een super tijd. Want natuurlijk, hier in België gaat je dat niet echt tegenkomen. Of het is, je kent hier de meeste mensen waarschijnlijk al. Je zult wel nieuwe mensen ontmoeten, maar dat is niet hetzelfde. Als je... Ik ben nog nooit ver weg geweest. Ik ga nu voor de eerste keer naar Zuid-Afrika. Voor de eerste keer in mijn leven op een ander continent. Dus zonder powerlifting had ik dat waarschijnlijk ook nog... zou ik dat gewoon nog nooit gedaan hebben. Dus dat is wel heel, heel mooi dat je dat nu kan doen. Ik heb bijvoorbeeld nu deze keer... Ik heb mij ook voorgenomen, normaal gezien blijf ik altijd tot het einde van de week, tot aan het banket. Dus na de laatste wedstrijd is er dan zo een etentje voor de mensen die nog gebleven zijn. Dus dat is wel altijd heel tof. Maar nu... ga ik de trigger poelen en zeggen van kijk, mijn wedstrijd gaat gedaan zijn, banket gaat gedaan zijn en ik ga gewoon nog een paar extra dagen blijven om gewoon te genieten van waar ik ben. Want ik ben nog nooit verder weg geweest dan Europa. Als ik nu opeens in Zuid-Afrika ga zitten, in zo'n natuurreservaat, in een resort, denk ik wel dat de moeite gaat zijn. Heb jij een land of een stad dat je zegt van, wauw, dat was iets anders? Goh, dat is misschien heel raar dat ik dat ga zeggen, maar Malta. Ik ben nu al 2 of 3 keer in Malta geweest. En ik weet niet, vanaf de eerste keer dat ik daar eigenlijk was, heb ik dat altijd heel speciaal gevonden. Dat is eigenlijk zo'n heel klein eilandje. Maar dat is echt zo mooi om te zien. En
Ja, ik ben daar één keer geweest voor een wedstrijd en dan... Nee, eigenlijk... Ja, ik ben daar één keer geweest voor een wedstrijd en één keer voor een stage. Eén keer op een stage vorig jaar, toen ik eigenlijk aan het afvallen was. Dat was een paar weken voor de Spelen. En ja, het is dan altijd zo warm en ik weet niet, ik vind dat gewoon... Dat is zo een heel speciaal gevoel of zo daar in Malta. Ik weet dat niet, ik vind dat een heel mooie plaats. Ja, het is u toch bijgebleven, hè? Ja, want, ja, ik denk, zeker. Want ik denk... Als je zegt, het is daar warm bijvoorbeeld. Ja, ik kan me voorstellen dat het op nog heel veel plaatsen warm. Maar wat denk je dat dan is dat je toch zegt Malta? Ja, ik weet dat niet. Ik vind dat een moeilijke. Het is daar heel mooi, maar ja, het is op nog plaatsen mooi natuurlijk. Ik denk gewoon een beetje de combinatie of zo. Van, er zijn daar heel vriendelijke mensen. Het was ook gewoon heel leuk om daar een wedstrijd te doen en om daar te trainen. Het is daar heel warm, het is daar heel mooi. Ja, misschien ook een beetje omdat ik daar gewoon leuke ervaringen aan heb. Ja. Dat misschien gewoon zo, dat ik daar gewoon leuke dingen heb meegemaakt en dat het daar nu zo wat aan vaststand aan dat land, waardoor ik gewoon zo wat herinneringen heb aan dat land. Misschien daarmee ook wel. Ja, ik kan mij dat ook inderdaad inbeelden. Want ja, gewoon die... Ik kan altijd terugkijken naar mijn wedstrijden in het buitenland. En ik krijg er gewoon een glimlach van op mijn gezicht. Ik vind dat zo... Natuurlijk, ja, ik heb er nog niet zoveel gedaan als jij, obviously. Maar ik weet niet... Ik vermoed niet dat dat gaat verminderen bij mij. Ik kan me wel inbeelden dat je na, als je 20 internationals hebt gedaan, dat je denkt van oké, het is weer eentje erbij. Maar op dit moment, ik weet niet, elke keer als iemand mij vraagt om daarover te vertellen, of bijvoorbeeld zelf nu, ben ik aan het lachen, ik ben een idioot, ik krijg er altijd een supergoed gevoel bij. Ik weet nog bijvoorbeeld, ik weet niet wat dat bij u was, want ja, als je zoveel jonger waart, ik weet niet wat jij toen al veel op social media had. Maar bijvoorbeeld, ja, ik volg al heel mijn leven bepaalde mensen. Allee, heel mijn leven, dat is ook overdreven natuurlijk, maar al een heel aantal jaren. En als je dan voor de eerste keer, dus mijn eerste keer was junioren WK. Ik had eigenlijk nog maar net mijn kwalificaties, dus ik weet eigenlijk niet wat ik daar deed. Maar, Om dan opeens in een hotel te komen en dan, wow, is dat die persoon? En dan kijk je naar de andere kant van de kamer en dan denk je, dat is die persoon. En dan zie je daar gewoon precies troepen lopen, allemaal in hetzelfde uniform. Amerika, Zweden, Spanje, Frankrijk, Rusland, noem maar allemaal op, Noorwegen, allemaal, dat is zo... impressionant. Ik weet niet wat jij dat ook zo hebt ervaren. Ja, ik denk in het begin wel. Nu is dat natuurlijk al een stuk anders. Omdat ja, je bent op een duur wend je daar wel wat aan. En ook omdat, ja, het gebeurt soms dat er nu ook mensen naar mij komen. Dus dan is dat ook wel zo wat. Dan is dat zo omgekeerd wat. En ook omdat je op een duur, de mensen waar je misschien naar opkijkt, of de mensen die je volgt op internet, op een duur leer je die ook kennen. Je ziet die mensen dan terug op die wedstrijd. Dus het is een beetje alsof je gewoon zo met mijn vrienden samenkomt. En dus ja, op een duur wordt dat wel zo een beetje anders. Niet dat dat met een leuk wordt, totaal niet. Maar in het begin is dat inderdaad wel waar. Als je dan zo iemand ziet, dan is dat zo wel van, amai, die loopt daar niet. Ja, inderdaad. Dat is inderdaad ook al die eerste ervaring. Ja, dat maakt maar één keer mee natuurlijk. Nu ook, gelijk dat je zegt, je ziet mensen opnieuw, je leert mensen kennen, je maakt vrienden. Dat heb ik ook wel ervaren. Ik dacht, ja, ik heb ook altijd... Ja, ik ben niet bij de beste van de wereld. We doen ons best en we zijn aan het klimmen. Bijvoorbeeld mijn beste prestatie tot nu toe was zesde op het EK. In de Open. Dat was nog in de 74, min 74 kilogram. Ik ben nu aan het omhoog gaan naar de min 83, dus dat is direct 9 kilo omhoog. Dus dat gaat wel een tijdje duren eer dat ik dat erin gehaald. Want ja, ik denk dat je dat zelf ook al weet.
Denk ik, de reden dat je gekut bent naar de min 49, je zei het zelf, omdat je daar meer competitief bent. Klopt? Ja, als je... Ja, in het begin is het allemaal niet zo belangrijk, omdat je in het begin gewoon moet zorgen dat je zoveel mogelijk vooruit gaat. Maar als je op een bepaald punt komt, dan moet je wel kijken van oké, in welke klasse maak ik de meeste kans. En de ene persoon kan al sneller afvallen dan de andere persoon kan beter bijkomen. Dus je moet gewoon kijken. En voor mij was dat op dat moment de beste keuze om naar de 49 te gaan. Want ja, ik heb toen ook wel het redelijk goed gedaan. En ja, dat was voor mij veel beter. Omdat nu zit ik in de min 55. Alleen vaak voor het volgende maand ga ik wedstrijden in de min 55. En ik weeg eigenlijk iets te licht voor in de min 55 te zitten. Allee, ik weeg meer dan 55, maar ja, zo idealiter zou ik zo 59, 60 moeten wegen om in de 55 te zitten. En ik weeg niet zoveel. Dus daarmee was dan 49 eigenlijk iets beter. Maar ja, 49 is dan wel heel extreem, want dat was dan 6 kilo meer afvallen. Dus dat is wel heel veel dan. Maar dus voor mij, idealiter zou het zo iets ertussen zijn, zo 2,53 of zo. Maar ja, dus daarmee was het wel afwegen van ja, op welk moment. Ja, gelijk op de spelen, de 55 was echt wel de zwaarste categorie van allemaal. Want ik had weer proberen selecteren en met 49, met 55 en met 59 om toch maar een kans te hebben, want je weet nooit. En achteraf gezien had ik mij ook kunnen selecteren in de 59. Maar ja, de min 55 was daar ook totaal geen kans in. Dus daar waren twee uiterste, maar de min 55 had ik totaal geen kans. Je zei je aan het gooien met gewichten, bodyweight getallen. Ik heb eigenlijk niet gehoord dat ik eigenlijk wel gek vond. Dat je zegt van ik zou eigenlijk zeker 59, 60 moeten wegen voor een min 55. Maar dan heb ik eerst een vraag. Doet je dan al echt, dus dan hebben we het nieuw van watercut, en dan hebben we het echt over een weightcut. Doe je dan, begin je dan al een weightcut een maand of twee maanden voorhand om dan op het einde nog een paar kilo watercut te doen? Of zit je echt van plan of doe je echt 4-5 kilo watercut? Nee, dat is altijd als het over veel afvallen gaat, dus echt meer dan 2-3 kilo, dan is het echt wel eerst afvallen in vet en dan op het einde wel nog met water. Dus ja, like bijvoorbeeld op de Spelen, ja, nee, dat was echt wel, nee, ik ben echt wel veel afgevallen. Ik denk dat ik toen, omdat wij, in het begin waren we niet zeker dat ik dat ging halen, mijn 49. Dus wij wilden echt wel zeker zijn, dus daarom dat we veel op vet hebben gedaan. Ik denk dat ik tot 50 kilo op vet ben afgevallen, dus echt wel 8,5 kilo op vet en dan nog 1 kilo op water. Dus ja, maar dat is ook een beetje te zien per persoon, want bijvoorbeeld, ik kan heel veel afvallen met water en ik heb daar ook geen last van. Allee, het is niet dat ik krampen krijg of zo, maar ik ken mensen die echt vanaf als ze een kilo met water doen, op vocht, dat ze echt krampen krijgen en alles dat echt, ja, dat wil dus niet tijdens je wedstrijd, hè? Ja, natuurlijk niet. Dus ja, dat hangt een beetje af van persoon tot persoon, ja. Ja, oké, ja. Omdat je zei van ja, idealiter sta ik op 49, 60, dat is natuurlijk, ja, een hele tijd, een hele poos voor de competitie dan. Ja. Maar dat is omdat je, als je zoveel weegt, dan kun je veel eten en hard trainen. Ja. En dan kun je op je training zo goed mogelijk staan. En als je die paar kilo's kwijt bent, natuurlijk, dat hangt ook af van persoon tot persoon. Sommige mensen moeten maar 1 kilo afvallen en die voelen zich al slecht. Maar bijvoorbeeld bij mij, om ter referentie, ik heb mijn allerbeste wedstrijd heb ik in Malta gedaan eigenlijk. En toen woog ik net geen 52. Dus ik was al zoveel afgevallen en toen heb ik mijn beste wedstrijd ooit gedaan. Ik heb toen 88 snatch en 110 clean and jerk gedaan. En als je dat uitrekt, zo met punten, dan zie je echt dat dat overduidelijk de beste wedstrijd is die ik in mijn leven al heb gedaan. Dus je ziet, als je, bij mij bijvoorbeeld, als je daar zo'n paar kilo af doet, dan sta ik eigenlijk echt op mijn beste. Want ja, dat vet dat je op je lichaam hebt op dat moment is eigenlijk... Dat is goed omdat je dan kunt trainen en je kunt veel eten, je moet er niet naar kijken. Maar eigenlijk op je wedstrijd heb je niet veel aan dat vet. Dus dan kun je beter zorgen dat het eraf is en dat je dan juist in de juiste klasse zit. Dus ja. Je zegt punten, als ik me niet vergis, zijn dat de Sinclair punten. Ja, klopt. Ja. Ja, we hebben iets vergelijkbaar. Bij ons zijn dat de IPF punten.
of de good lift points. Ja, dat is eigenlijk gewoon, voor de luisteraars die dat niet zo goed begrijpen, dat is eigenlijk gewoon een formule die berekent hoe goed je bent ten opzichte van andere gewichtsklasses. Dus zoals Amina daarnet al aangaf, iemand die 100 kilo weegt ten opzichte van iemand die 50 kilo weegt, als ze alle twee 100 kilo snatchen, wat is beter? Ja, natuurlijk diegene die zoveel minder weegt. Dus dat houdt gewoon gewicht in de rekening. En dan, dan krijg je eigenlijk een score en dat noemt dan bij jullie de Sinclair-punten, bij onze Goodlift-punten. En zo kun je eigenlijk zien van, hoe goed ben ik? Niet alleen in mijn gewichtscategorie, maar ook ten opzichte van andere categorieën. Nina, je hebt overduidelijk al heel veel met je gewicht gespeeld. Ik kan me voorstellen als jonge vrouw dat dat niet altijd even makkelijk zal geweest zijn. Dus zeg zeker maar wat je ervaringen, positieve en negatieve ervaringen daarvoor zijn. En misschien om af te sluiten daarvoor, wat is de reden dat je het dan toch doet? Er zijn zeker wel negatieve dingen aan. Dat is gewoon zo, als je tot op een bepaald punt afvalt, dat ook, je moet een beetje kijken, is dat nog gezond, is dat niet meer gezond? Een beetje de voordelen afwegen tegen de nadelen. Om een voorbeeld te geven, bijvoorbeeld, toen ik helemaal was afgevallen met mijn 49, als je op mijn Instagram kijkt, dan kun je ook foto's zien. Ik zag er wel redelijk dun uit. En toen heb ik ook nadien 3 maanden mijn regels niet gehad. Dus dat wil ook wel zeggen dat ik eigenlijk wel echt iets te ver ben gegaan. Dat is ook een keuze dat je maakt op dat moment. Het ding is dat ik daar ook wel achteraf dan geen negatieve, nadat dat dan gedaan was, had ik dan geen negatieve dingen daarvan, geen negatieve effecten ervan. Maar ja, je weet dat natuurlijk niet. Ik denk gewoon dat het belangrijkste is als je zoiets doet, dat je moet je nog altijd goed voelen. Allee, natuurlijk, je gaat je niet goed voelen, want je gaat honger hebben, je gaat dorst hebben, maar je kunt nog altijd wel zien, je mag niet tot het punt gaan dat je flauw valt, of dat je echt overal krampen begint te krijgen, of dat je echt geen gewicht meer in de lucht krijgt, dan zijn we er echt al veel te ver gegaan. Je moet je nog altijd oké voelen, je moet nog altijd deftig kunnen slapen, je moet nog altijd geen problemen krijgen met je maag of zo. Je moet echt wel zorgen dat je oké voelt. Ik denk dat dan gewoon zo wat afwegen. Het ene persoon kan dat ook al beter dan de andere keer. Ik zou ook nooit aanraden om van de eerste keer zoveel af te vallen. Begin de eerste keer met 1 kilo, dat ik 2 kilo zie al hoe je lichaam daarop reageert. Je moet dat natuurlijk ook wel op de goede manier doen. Het is altijd belangrijk als je afvalt dat je zorgt dat je zeker genoeg eiwit eet. Je vetten en je koolhydraten, daar kunnen we wel mee spelen. Maar natuurlijk, je wilt je spieren niet kwijt zijn. En sowieso als je zoiets doet, moet je samenwerken met een coach of met een diëtist of met een voedingsdeskundige of whatever. Zoals ik al gezegd heb, er zijn wel effectief voordelen aan. Want als ik dat niet had gedaan, dan was ik niet naar de spelen geraakt. Dus je moet een beetje kijken van, in welke klasse kan ik het beste presteren. Naar de 49 afvallen, voor mij persoonlijk, dat is ook niet iets wat ik 3 keer per jaar ga. Totaal niet. Als ik dat 1 keer per jaar zou moeten doen, is dat wel echt al heel zwaar. Dus op dat moment heb ik de keuze gemaakt om het te doen, maar ik heb ook gezegd van, kijk, dat is 1 keer. Daarna zien we wel, maar dat is niet dat ik dat elke keer ga doen ofzo. Dat is nu een, het heeft zijn voordelen, het heeft zijn nadelen. Je moet voor jezelf wel afwegen, maar het mag zeker niet ongezond zijn. Alleen je speelt natuurlijk wel wat met de grenzen van je lichaam, maar je mag niet te ver gaan. Je moet echt wel zorgen dat je nog altijd gezond blijft, dat je nog altijd hard op je benen staat. En daarmee ook laat je begeleiden door de dokter, door de kiné, door een diëtist, door een voedingsdeskundige, door je coach. Alleen je coach is ook op dat moment om naar je te kijken en te zien van is alles nog oké? Op allerlei vlakken, je gaat je ook mentaal niet goed voelen. Bijvoorbeeld bij mij, toen ik aan het afvallen was de eerste 2 weken, toen mijn gewicht omhoog ging.
Ik was dus echt veel minder aan het eten al en echt keer mijn best aan het doen. En 2 weken lang, die weegschaal bleef op hetzelfde staan. Dus ik dacht echt 2 weken lang en ik dacht, ja, ze wenen en al. Ik dacht echt van, ja, we gaan nu spelen, daar gaan ze, kan ik niet halen. En dan was als mijn gewicht eigenlijk naar beneden gegaan. Dus dat speelt ook enorm met je stressniveau, omdat je natuurlijk elke ochtend op die weegschaal moet gaan staan en je ziet al direct, is het goed, is het niet goed, en dan is het daar heel lang aan te denken. Dus dat is wel heel zwaar. Dus je moet gewoon voor jezelf afwegen, oké, is dat waard of is dat niet waard? Maar ja, er zijn zeker wel voordelen aan, want anders zou niet iedereen dat doen. Het is nu eenmaal zo, je hebt verschillende gewichtsklasses, maar eigenlijk is voor niemand is er ene die ideaal is. Dus je moet gaan kijken van, oké, welke is het dicht bij ideaal? Is dat die naar boven, die naar de ronde, 2 naar beneden, 2 naar boven? Alleen je moet voor jezelf kijken. En dat kan ook veranderen. Het ene jaar kan dat zijn, dan komt er weer wat bij, of dan valt het misschien wat af en dan gaat er omhoog of gaat er naar beneden. Of de gewichtsklasse is veranderd misschien, dat is bij ons ook aan de beurt bij naar beneden. Dus ja, dus voor iedereen wat anders zijn, je moet voor jezelf denk ik proberen zoeken. Maar ik denk best dat je die toch misschien niet alleen hebt, dat je gewoon vraagt aan het doen voor wat hulp en dan komt dat wel goed, denk ik. Ja, ik ben heel blij dat je ook zegt van, kijk, ik heb een keuze gemaakt. Ik heb dat gekozen. Het is niemand anders die dat kiest voor u. Het is niemand. Je wordt niet verplicht om iets te doen. Nee, tuurlijk. Nee. Ja, niemand mag u daartoe verplicht. Trouwens, dat kan ook niet. Want als iemand u daartoe verplicht, ga je dat niet volhouden. Je moet dat zelf kiezen. Je moet daar zelf voor kiezen. Je moet dat dan zelf ook. Je moet jezelf daaraan herinneren van oké, ik heb die keuze nu gemaakt en ik ga dat volhouden tot het einde. Als iemand anders tegen u zegt van ja, je moet minder eten, je moet meer afvallen, dit of dat, gaat het toch niet lukken. Want dan ga je voor je koekenkast staan en ga je denken. Oh, die heeft dan gezegd, oh, ik heb geen zin om daarnaar te luisteren. Hij gaat het toch opeten. Dus hij moet daar zelf in geloven. Hij moet daar zelf achter staan. Ja. En ook al is het moeilijk, ook al denk je van, oké, ik voel me misschien niet mentaal optimaal. Ik voel me misschien fysiek op dit moment niet optimaal. Toch beslist je van, alright, ik ga het wel gewoon doen. Want 1, ik ben daar super gemotiveerd voor. En 2, ik wil gewoon iets bereiken en dit moet ik gewoon doen om mijn doel te gaan bereiken. En het is gewoon een afweging dat je maakt. Ik hoor gewoon, en ik vind dat heel jammer, mensen zijn soms, of denken soms, dat ze verplicht zijn om zaken te gaan doen. Maar je kiest nog gewoon altijd zelf. En als jij gewoon voor jezelf gewoon een eerlijke keuze maakt van... heb ik dit daarvoor over? Als het antwoord nee is, oké, dat is goed, hè? Dat is goed, je bent vrij in de keuze. Maar je kunt niet verwachten dat je... Ik zal het zo zeggen. Alle voordelen hebben zijn nadelen. Als je meer competitief moet zijn, moet je lichaam meer pushen. Je kunt niet zeggen van, ik wil meer competitief zijn en ik wil minder in shape zijn. Dat gaan. Dat is gewoon, ja, je wilt gewoon 2 uiteindes en dat gaat gewoon niet. En ik denk, als je kiest van, oké, ik wil iets gek bereiken, dan moet je ook gewoon ergens bereid zijn van, oké, misschien moet ik er ook wel iets voor over hebben. Ja, klopt. Maar natuurlijk is dat is niet iets voor beginners of zo. Nee, in het begin moet je echt gewoon... Ja, moet je echt gewoon kijken van oké, wat werkt het beste voor mij? Gewoon veel eten, hard rijden en je ziet wel wat je geraakt. Maar inderdaad, dat is voor mensen die... Ja, dat is gewoon een stap meer. Dat is echt iets, dat hoort erbij, want ja, onze sport is niet... Eenmaal in geweest klasse, dus dat is niet waar je rond kunt. Als je dat niet wilt, dan moet je naar een andere sport gaan doen. Dus dat is iets wat je altijd bij je gaat dragen. Je moet nu eenmaal in een gewichtsklasse meedoen. En inderdaad is het zo dat als je toch dat stapje extra wilt doen en je wilt het toch ietsje beter doen, dat je soms wel, ja, je moet er soms wel wat voor over hebben. Maar dat ding is ook wel, dat is in perspectief, hè. Dat is niet heel jaar door, hè. Dat is niet 6 jaar aan de stuk, hè. Dat is de keer dat je zegt, oké, ik ga nu 1 maand echt er volledig voor gaan, ga dat 1 maand afvallen en dan is dat gedaan, hè. Allee, ik bedoel...
dat maakt het ook voor mij, in mijn ogen, zo gemakkelijk. Allee, het is niet gemakkelijk, maar je weet dat er een einddatum aan is. Yes. Je weet dat het stopt op een bepaald moment, dus je kunt uitkijken naar die dag. Je kunt bij wijze van spreken zelfs 200 bijvoorbeeld plannen, wat ga ik eten op die dag? Oké, een pizza of donuts of wat. Allee. Snap je? Dus je kunt er echt wel mee bezig zijn en je weet, dat er, ja, je weet gewoon dat die een dag komt. En hoe langer dat je bezig bent, hoe sneller dat ook komt. Die laatste week is de gemakkelijkste week van allemaal. Dat je gewoon weet, oké, binnen een week is het gedaan. Een week is niet lang, hè? Je kunt zo zeggen, een week is het gedaan. En dus ja, je moet gewoon voor jezelf onthouden, dat is maar even. Je kunt al die donuts, of al die koekjes, of al die frieten kunnen binnen 2 maanden opeten. Zelfs allemaal tegelijk als je wilt. Dat is ook... Dat zijn ook dingen dat je voor jezelf moet maken. Oké, op dat moment is dat misschien niet leuk, dat je dat niet kunt opeten, of dat je vrienden dat wel opeten. Maar dat moet je gewoon weten, oké, wat wil je? Wil je nu echt per se die frieten opeten? Ja, oké. Als je dan per se die frieten wilt opeten, en je doet dat 1 keer, dan kunnen we nog zeggen, oké, ik ga wat extra cardio doen ofzo. Maar als je dat elke keer doet, maakt het ook voor jezelf veel makkelijker. Want je moet gewoon voor jezelf die klik maken. En je moet gewoon weten van, oké, ik ga er volledig voor. Dat is maar even, allee, wat is een maand op heel je leven? Dat is niks, hè. Dus dan moet je gewoon even er volledig voor gaan. En gewoon alles aan de kant zetten. En je moet dan gewoon even eten zien als... Dat is gewoon niet wat erbij hoort. Dat is gewoon eten, is iets gelijk met training. En je moet gewoon deftig eten. Dat hoort er gewoon bij. Het is niet omdat je moet afvallen, dat je geen lekkere dingen kunt eten. Je kunt eten nog altijd lekker maken. Je kunt nog altijd veel eten. Je kunt eigenlijk goed eten. Je kunt ook veel fruit eten. Natuurlijk moet je wel zo'n beetje zeggen, maar dan ook. Dus eigenlijk is dat allemaal niet zo slecht. Natuurlijk, als je op een bepaald punt komt en dat wordt wat extremer, dan moet je echt weinig gaan eten. En ik denk dat ik heb gehad van mijn 49 in de spelen. Dat is natuurlijk een andere zaak, maar er zijn niet veel mensen die op dat punt opkomen. Ik denk dat veel mensen dat kunnen bereiken, maar gewoon even een keer een maand de koekjes aan de kant te leggen. Of een keer geen frisdrank te drinken, maar weer water te drinken of thee te drinken. En gewoon op die manier kun je echt al veel. Als je dat een maand doet voor een wedstrijd, zijn dat al gemakkelijk 2, 3, 4 kilo kwijt. Dus... Ik ben super blij, maar super blij dat je daar zo nuchter in staat en dat je... Je weet, snap je? Je hebt het al 10 keer, 20 keer gedaan. Je weet met waar je bezig bent ondertussen. Je staat er super nuchter in. Wat je ook zei, van, dit is niet voor beginners. Dat is ook een heel belangrijke. Als je start met een sport, of je bent nu een jaar bezig, dat is nog altijd beginner. Totdat je op niveau komt van internationale wedstrijden, moet je daar niet mee bezig zijn. Als je een Belgisch kampioenschap wilt meedoen, je moet dan sowieso al een beetje letten, maar dat is toch nog niet hetzelfde. Dus effectief, voor iedereen die luistert, als je niet hypercompetitief wilt zijn, is dat allemaal niet zo belangrijk. Nee, inderdaad. Dat is inderdaad, als je niet de top van een top wilt zijn, of niet naar internationale wedstrijden wilt, als je gewoon zegt van, oh, ik doe dat voor mijn plezier, een paar dagen in de week, dan is dat allemaal niet belangrijk, hè. Het enige waar je misschien op kunt letten, is dat je genoeg eiwitten eet, zodat je niet aan het trainen bent voor niks, en dat je nog altijd goed vooruit gaat. Maar voor de rest, de pizza is niet slecht, hè. Ik eet ook zoveel pizza's. Maar nee, dat is toch niet slecht. Iedereen doet dat, en dat is zo'n drama is, als je er slecht eten eet. Weet je... Als je alleen maar gezond eet, hè, dan is er ook geen balans. Je kunt alleen maar gezond eten als je daarnaast ook dingen eet die niet gezond zijn. Of drinkt die niet gezond zijn. Je moet alle twee doen. Dat is net gelijk dat je al daar gaat trainen en dan een keer een rustdag pakt. Je kunt niet al daar trainen zonder ooit te rusten. Je moet allebei doen, want anders heb ik niet fruit. Ik ben super blij dat je hier op de podcast komt. Want ik heb al zoveel, maar zoveel mensen zo negatief horen praten eigenlijk over gewichtsklassen en hoe zwaar dat wel niet is en dit en si en la. En dan zeker, en dat is geen verwijt, maar dat is ook, ja, dat is meestal wel iets moeilijker voor de vrouwen. Dat is toch geen dat ik vaker hoor. Ik denk gewoon dat dat voor vrouwen ietske, het is moeilijker in te schatten. Gewoon. Want bij vrouwen heb je wel, ja, natuurlijk met die hormonen. Je hormonen veranderen ook wel veel in gewicht, terwijl testosteron dat iets minder. Dus ik denk dat je bij mannen gemakkelijker kunt zeggen, oké, ik ga dat doen en dan kom ik er wel. Terwijl bij vrouwen
is dat natuurlijk, dat hangt af van de ene vrouw, de andere. De ene gaat er minder last van hebben dan de andere. Maar bijvoorbeeld, ja, als je de week voor je menstruatie kan, dat soms zijn dat je 2 kilo meer weegt. Dat zijn dingen waar je rekening mee moet houden. Dat is dan vocht natuurlijk, maar ja, vocht weegt ook. Klopt. Dus ja, dat zijn dan gewoon dingen dat je gewoon rekening moet mee houden. Ik denk dat je gewoon voor jezelf moet uitzoeken van oké, wat maakt het verschil voor mij? Dat je dan gewoon weet. En ja, dan weet je ook wel dat je moet aanpassen. Ja, ja. En ik denk zelf ook, misschien, ik weet niet of de luisteraars daar straks hebben op gelet. Maar je zei bijvoorbeeld, toen dat ik naar de 49 moest gaan, als je kijkt op mijn Instagram, ik heb foto's waar ik waar ik heel dun ben bijvoorbeeld. Je ziet dat iets super subjectief is, want er zijn waarschijnlijk andere mensen, heel veel mensen, die zouden zeggen, wauw, droomlichaam. Terwijl dat jij over jezelf zegt van, nee, dit is niet de bedoeling. Oké, ik doe dit voor mijn sport, eventjes, voor naar de Olympische Spelen te gaan. Dus ik heb het daar 100% van over. Maar ik weet ook, na de Olympische Spelen kom ik weer 6 kilo bij. Makkelijk. Dus misschien moet je even nuanceren waarom dat jij, subjectief, waarom dat jij gewoon jezelf liever iets zwaarder ziet. Ja, dat is inderdaad wel waar, want toen ik die foto's had gepost, en ook gewoon de laatste weken, dat mensen echt zagen dat ik veel was afgevallen, dan kreeg ik echt veel reacties van, je ziet er zo goed uit, en dit en dat. Dat is ook wel nog iets, dat je in topsport associëren mensen die iemand zien die er heel dun uitziet, als in dun, afgeleid, heel lean, altijd met iemand die heel sportief is en die heel goed is. Dat is ook nog iets, dat is vaak wel een misinterpretatie, want dat is helemaal niet zo. Het is niet omdat je meer vet hebt dat je minder sportief bent, of omdat je minder vet hebt dat je juist sportiever bent. Ik vond dat op dat moment lekker gewoon, dat was gewoon zo. Ik zag er heel dun uit, want ik was dunner dan normaal. Ik had minder massa, dat was natuurlijk ook de bedoeling, maar je zag dat ook wel. En ik vond op dat moment, als ik mij zo zag, dat ik er gewoon heel fragiel uitzag. Je begon ook wel op sommige plaatsen, je begon mijn ribben te zien liggen en zo. Dus ik vond dat ook gewoon niet zo mooi. Alleen voor mezelf dan, voor andere mensen is dat misschien anders. En ik vond dat gewoon, ik zag er gewoon kwetsbaar uit. En ik vond dat gewoon op dat moment wel soms moeilijk, ook gewoon emotioneel moeilijk. Omdat dat natuurlijk, ik was ook heel kwetsbaar op dat moment. Ook gewoon mentaal en ook gewoon, er moest maar iemand tegen mij gezegd hebben, we zijn niet goed bezig, hè. En ik zou 2 uur op mijn bed liggen wenen. Dus ik voelde mij ook niet keigoed op dat moment. Maar ik wist ook dat dat maar tijdelijk was, inderdaad. En voor mij was ook het enige dat me telde, was mijn prestatie. En nieuw dat ik eruit zag, dat was iets wat ernaast kwam. Er waren zelfs mensen die moeten lachen zeiden. Alleen moeten lachen, ik weet eigenlijk niet of dat moeten lachen is. Dat ik zo'n keer een bodybuilding wedstrijd moest meedoen dan. En dacht ik, nee, dat ga ik niet doen. Dat is ook iets, ik denk ook dat dat moeilijk zou kunnen. Want ik wil altijd sporten en trainen om dingen te kunnen. Om sterker te worden of om qua moeilijkheid, bij de vroeger en de turnen ook. Ik wil altijd moeilijker delen kunnen. Ik denk niet dat ik iemand kan zijn die zou trainen om er anders uit te zien ofzo. Dus ik denk dat bodybuilding voor mij het moeilijkste is, dat ik gewoon de motivatie zou hebben om dan de hele tijd op dieet te gaan. Ik wil dan de hele tijd naar mezelf in de spiegel te kijken van ik zou dat heel moeilijk vinden. En daaraan zie je hoe dat motivatie eigenlijk kan shiften tussen persoon en persoon. De ene persoon zou het liever doen dan dat. En zou het misschien hetgeen dat jij doet, totaal niet leuk vinden en omgekeerd. En dat is gewoon wat mensen gewoon eens gewoon moeten nadenken van wat is het dat je wil? Wat motiveert mij? Want als je gemotiveerd bent om... Ik ga u voorbeeld nemen, bijvoorbeeld bodybuilding. Als jij meer gemotiveerd bent om zo met je dieet bezig te zijn, om er op een bepaalde manier uit te zien, dan dat je zou doen voor bijvoorbeeld een wedstrijd of prestatie, dan is misschien dat sport voor u.
Ja, klopt. Er is ook niemand die, dat is net gelijk dat je gewicht hebt naar powerlift kunt doen zonder wedstrijden mee te doen. Er is niemand die je verplicht om die wedstrijden mee te doen. Je mag doen wat je wilt doen. Ik denk dat veel mensen wedstrijden meedoen om eerder voor hunzelf een doel te hebben, om tegen een bepaald moment zoveel vooruit te zijn gegaan, maar ook om ja, gewoon die dat leuk vinden, om competitief te zijn en beter te doen dan anderen. En ze zien op zo'n moment van oké, hoe werkt dat voor mij? En wordt dat. Nee, om ook eens te kijken, want sommige mensen zijn beter als ze zo wat stress hebben en als ze zo wat druk ervaren van oh, die doet bijna niet veel als mij, of die doet meer dan mij, sommige mensen juist wat minder. Ik denk dat mensen dat wel leuk vinden om die stress te ervaren en daar zijn op het moment. Maar eerlijk goed, ja, zijn er zoveel mensen die niet graag gaan wedstrijden doen. En dan, dat is geen verplichtingen. Ik denk dat het gewoon al, ik denk dat veel mensen gewoon niet moeten doen als ze leuk vinden. Net zoals dat het vroeger altijd was van, ja, je moet gaan lopen als je wil afvallen. Ik denk dat we rond de stal aan het zijn, dat je niet moet lopen als je het leuk vindt. Ik persoonlijk vind lopen verschrikkelijk. Dat is super saai. Ik snap dat niet waar we elke keer dat ik buiten kan zien lopen, dan denk ik, oh wauw. En dan elke keer mezelf aan en dan denk ik, misschien met die persoon wel leuk. Ik denk gewoon dat het niet zo graag doet. Net zoals bij mij, ja, ik doe echt graag, ik bouw graag, ik doe mensen met jokken graag, ik doe mensen met dansen graag, ik doe mensen met voetballen graag, ik moet gewoon iemand wat leuk vinden. Net zoals als je dat bouwen of terugleggen doet, doe gewoon wat leuk vindt. Zijn jij graag naar je eten geweest? Oké, goed. Doe je graag wedstrijden? Kijk, doe je graag wedstrijden? Dat is even goed. Er zijn ook mensen die heel gelukkig niet graag wedstrijden doen. Dat is totaal wel heel erg leuk om gewoon wat leuk vindt. Jongens en meisjes, dames en heren, ik wil even zeggen, luister goed, spoel een beetje terug, luister nog eens opnieuw, want als je het aan mij zou vragen, ik zou het op exact dezelfde manier zeggen. Ik vind het super nice dat je zo, ja, kunt zeggen, zo volwassen erin staat, zo voorbeeld erin staat. Je bent 19, maar je bent er al heel lang mee bezig en je hebt wel door hoe dat allemaal in elkaar zit. Ik zei het, ik had niet meer gegeven, zij staat heel luchtig. Echt tof. Tof om dat zo te horen. Dan er toch mensen zijn, ook alleen zeker op dat niveau, die zo'n gezonde relatie hebben met beweging, eten, gewicht, alles. Dus dat is wel... Ik denk ook gewoon, als dat niet zo is, dat je daar niet lang voelt. Zowel fysiek als mentaal. Maar ik denk vooral mentaal. Dat dat gewoon, als dat iets is, dat je elke dag opstaat en je hebt zoiets van ik moet dat weer doen en ik wil dat niet. En ja, dat is ook niet plezant. Hè. Je moet voor jezelf iets doen wat je graag doet. Net zoals dat je een job moet zoeken die je graag doet en dat je een hobby moet zoeken die je graag doet. Of ja, geen hobby als je geen hobby moet doen. Maar ik denk, er zijn al zoveel dingen in het leven dat je moet doen die niet zo leuk zijn. Dat je van de dingen waar je wel een keuze hebt, beter de dingen kiest die je leuker vindt. Dus als jij een andere sport leuker vindt, ga van die andere sport gaan. Er is niemand die zegt dat je moet gaan lopen, of dat je atletiek moet doen, of daar moet gaan voetballen. Ja, nee, er zijn zoveel sporten. Zeker tegenwoordig. Elk jaar komen ze nog met zoveel leuke sporten af. Ik heb vorige week nog een sport gedaan, dat ik hier dus dat dat stond. Dus ik denk dat voor iedereen wel iets vindt dat je leuk vindt, dat je kunt doen. Dus ja, je moet ook niet allemaal zo intensief zijn, je kunt ook gewoon die hoog aan doen. Ja, dat is een pretje. En als dat dan zo is, als je geen sport vindt die waarvan je zegt, dan mag ik leuk. Ja, misschien, ja. Ik zeg dat niet graag, want dat zal dan bij heel veel mensen zijn, maar misschien is sport echt iets voor jou, misschien gewoon naar beweging krijgen, in plaats van echt sport. Maar nee, inderdaad, je kiest en je moet inderdaad gewoon weten wat is voor mij, want je houdt dat inderdaad anders in het niveau. Super, ik weet niet wat jij soms in vraag krijgt. Waarschijnlijk wel. Ik krijg jou soms heel vaak, maar aan jouw mentee, hoe blijf jij gemotiveerd? Of hoe kan ik gemotiveerd blijven? En ik heb daar niet geluk mee. Ik kan tips geven, je kunt dat doen. Maar er moet een basis zijn van, ik doe dit graag.
denk dat één ding ook duidelijk moet zijn, niemand is altijd gemotiveerd. Nee, inderdaad. Het is best wel dat je kunt je werk misschien wel graag doen, maar je komt niet elke dag graag uit de buiten om te gaan werken. Er gaan dagen zijn dat je niet leuk vindt. Maar ik denk inderdaad dat je de basis, allee, het meeste van je dagen, moet je gewoon gaan omdat je dat leuk vindt. Dat is nog altijd, hij zijn gewoon met powerliften omdat je het plezant vindt, dat zou nu nog altijd zo moeten zijn. Tuurlijk zijn er dagen dat het niet leuk is. En er gaan misschien meer dagen komen dat het niet leuk is dan in het begin, omdat je minder goed vooruit gaat gaan of dat je een keer zeer gaat hebben en dan is dat ook niet plezant. Maar je moet gewoon voor jezelf een manier zoeken waarom dat je het wel leuk vindt. Of ik denk misschien op het moment dat je zo wat botst op, oh ik ga niet meer goed vooruit, probeer dan een keer wat extra oefeningen erin te steken die iets uitdagen of zijn misschien op een ander vlak of zo. En ja, voor de rest, ja, je moet eigenlijk gewoon, als je iets doet wat je graag doet... Ja, klopt. Ik denk als je motivatie moet zoeken, dan ben je gewoon correct bezig. Kijk, je zegt van, je moet niet altijd gemotiveerd zijn. Klopt. Ik kan van mezelf bijvoorbeeld zeggen, ik vind waarschijnlijk in 90% of 95% mijn motivatie gewoon door op te staan. Ik sta op en een van de eerste dingen waar ik aan denk is gewoon van, ah ja, oké, wanneer ga ik gaan trainen? Oké, ik moet eerst dat doen, oké, dat doen, oké, dan kan ik gaan trainen. Oké. En ik kijk daar een hele dag naar uit. En inderdaad, heb ik al gezegd, sommige dagen zijn er waar dat je je minder goed voelt. Waar dat je... en dat zijn ook heel vaak, ik heb al gemerkt, heel vaak externe zaken die invloed hebben op mijn quote-unquote motivatie. Maar ik zie dat niet meer als motivatie. Ik zie dat meer als, ik heb gewoon een slechte dag en ik heb gewoon een niks in. Of dat nu powerlifting is of iets anders. Nee, ik heb eigenlijk gewoon zin om in mijn cocon te blijven, in mijn bed te liggen. En eigenlijk gewoon ja, niks te doen, gewoon met een slechte dag. Niet per se omdat ik ben opgestaan en denk, vandaag ben ik niet gemotiveerd om te powerliften. Nee, ik denk altijd, mijn lichtpuntje van mijn dag is mijn sport. En ja, denk ik dat motivatie, het woord motivatie, soms wat breder, soms wat enger wordt geïnterpreteerd. En dat je gewoon moet denken van, ja, vind ik dit nog altijd leuk of niet? Ja, ik denk dat dat ook heel interessant zou zijn om dan eens effectief met die mensen te praten. Want ik denk inderdaad, motivatie, dat is wel heel breed. Ja, is het dan gewoon omdat je echt daar zo hard tegenop ziet om dat te doen? Dan denk ik dat sowieso al, als dat echt elke dag is, dan denk ik, ja, ga je iets anders gaan zoeken. Klopt. Dat is het niet. Gaat het daar meer over, je hebt wel zin om te beginnen, je bent bezig en dan kom je op een bepaald punt dat je denkt, ik heb het eigenlijk wel gehad. Dan kan het misschien ook zijn omdat je gewoon de verkeerde dingen aan het doen hebt, op de verkeerde manier, misschien niet de manier die werkt voor u. Misschien ook, ja, misschien train je altijd alleen, misschien moet je een keer samen trainen met iemand, misschien train je juist altijd samen met mensen, misschien is het leuker om alleen te trainen. Ik denk dat je ook daarin ja, wat dingen kunt veranderen. Maar ik denk inderdaad, het belangrijkste, je moet dat gewoon leuk vinden. Ik denk, als je dat niet leuk vindt, ja, dan zou ik dat niet doen. Hè. Allee, dat is er niks aan eigenlijk. Waarom wil je het dan aan doen? Als het dan is, omdat je denkt, ik moet afvallen, dan zijn er zoveel meer manieren waarop je kunt afvallen als je dat dan per se wilt. Of als je denkt, ik moet een sport doen, dan zijn er zoveel meer sporten. Dus ik denk, wat van je dat jezelf dan verplicht om dat te gaan doen, je gaat dan iets anders gaan doen. Er zijn zoveel andere dingen om te gaan doen, denk ik, dat het dan powerliften of dan gewicht even. Ja, en soms denk ik van, ik durf dat bijna niet zeggen, omdat ik zo te cru ga klinken, of te, ja, snapte ik? Ik voel me dan soms van, zou ik dat wel zeggen? Maar op een duur denk ik van, misschien moet ik dat gewoon eens cru zeggen, zodat die mensen gewoon echt eens nadenken. Want er zijn ook heel veel jonge mensen, en zeker sinds dat ik zo meer op TikTok zit bijvoorbeeld, komen er veel meer, ja, bijvoorbeeld 13, 14, 15 jaar mensen die hadden op Instagram bijvoorbeeld. En die stellen helemaal allemaal over dezelfde soort vragen. Ben ik goed, als ik nu start, is dat wel goed? Of bijvoorbeeld, ik ben 14 en ik ben 50 kilo bijvoorbeeld. Is dat wel goed? En dan denk ik van, is dat de vraag die je moet stellen? Ik denk dat dat ook is, omdat er tegenwoordig, dat is echt iets wat heel hard opvalt.
dat er zoveel meer mensen beginnen gewicht te hebben, powerliften, fitnessen, weet ik veel wel, dingen met gewichten in het algemeen, dat er misschien ook veel jonge mensen zijn die denken dat dat een verplichting is. Allee, niet een verplichting, maar zo, dat ze dat moeten doen om erbij te horen. Dan denk ik, ja, dat is ook weer niet veel. Ik ben kei blij dat er veel meer mensen zijn die beginnen met fitnessen of gewichtheffen of powerliften. Echt supergoed. Ook omdat ik denk dat dat heel positief is, ook als je dat combineert met een andere sport. Maar als je dat niet leuk vindt, ja... Ik bedoel, de fitnessen zitten al vol met mensen. Het is niet dat ze echt van mensen nodig hebben. Hè. Dus als jij niet leuk vindt, dan moet je dan iets anders gaan doen. Hè. Maar ja, ik bedoel... Ja, nee, dat is toch niet plezant als je helemaal een uur zit en je zit aan de klok te kijken. Oké, het is bijna gedaan, het is bijna gedaan. Ja, nee, dat is toch niet leuk. Nee, maar dat is hetzelfde, denk ik. Oké, we zijn nog zeker niet op dat punt. En dan gaan we nog... Ik weet zelf niet of we ooit op dat punt gaan raken. Maar... We zijn wel meer en meer... naar een mainstream sport aan het gaan. Het gaat nooit voetbal worden, bijvoorbeeld in België. Zeker niet. Het gaat nooit, het gaat ook geen tennis worden, het gaat geen hockey worden. Maar ik had nog nooit, toen dat ik 14 jaar was, ik had nog nooit van mijn leven van powerliften gehoord. Nee, nog nooit. Nee. Nog nooit. Dus, en dat is gek dat je dat zegt, want je zat wel al in een Olympische wedstrijd bijvoorbeeld. Ja, maar ik bedoel, als ik 13 was en ik had voor de eerste keer gewicht gehad, wist ik totaal niet wat dat was. Ja, 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 tuurlijk. Dus... Voilà. En ik denk nu, met social media en zo, denk, iedereen begint powerlifting te kennen. En ik denk ook dat dat mede is. Denk, ik ben heel blij dat ik daar zelf ook een deel aan bijdraag. Dat is ook een van de redenen waarom dat ik eigenlijk met TikTok ben begonnen. Gewoon omdat ik wil de sport zien groeien voor mezelf. En dat brengt gewoon mogelijkheden met zich mee. En als het voor mij groeit, groeit het voor iedereen. En iedereen heeft er baat mee. Ja, dat is ook mijn reden waarom ik op Instagram zit. Ik ben eigenlijk totaal niet zo fan van social media. Allee, deels wel, deels niet. Maar toch, ik vind dat soms de moeilijke. Maar ik zit ook echt puur op Instagram om mensen te kunnen tonen wat ik doe. En ook gewicht even, ja, gewoon... Ja, iets bekender te maken bij de mensen. Dat is ook, ja, dat is gewoon de reden waarom ik daar wel aandacht aan vestig. Ook dat ik altijd wel mijn best probeer te doen als ik dan voor iets interviews heb of zo, om daar gewoon echt mijn best voor te doen. Ik ben heel blij dat nu dat ik 7 jaar gewicht heb genoeg, dat er al veel meer mensen zijn die weten wat dat is. Dat er ook veel normaler wordt gevonden al. Want ja, bijvoorbeeld nu beginnen we soms ook les te geven aan 6 leraar van een school die dat bij eens willen proberen in plaats van een LO-les van dat en dat. Dan denk ik, amai, het is geweldig dat dat wordt gedaan. In mijn tijd, dat zou echt in mijn tijd zijn. Ik bedoel, 10 jaar geleden zou dat nooit gebeurd zijn. Dus ik vind het echt geweldig dat er nu wel zo aan het veranderen is. Ja, in algemeen ben ik gewoon altijd blij als er mensen zijn die toch iets gekend van gewicht hebben. En dat het niet elke keer is als ik zeg dat ik gewicht heb. Is dat niet voor een grote sterke mannen, maar dus ook kleine meisjes? Ja, dan is het allemaal op dat. Ja, ik word er zelf ook super excited van. Eerlijk gezegd, ik vind het Olympische wedstrijden ook super interessant. De reden om gewoon dat ik daar niet... dat ik bijvoorbeeld nu zelf doe, is gewoon... Ik ken de mensen gewoon niet. Ja, ja. Ik ken hem niet. En toen dat ik dat al... Ja, ik ging dan een calisthenics een beetje gedaan. Ik ben dan gewoon allemaal mijn fitness beginnen doen. En ik ben eigenlijk maar begin te bouwen als ik 21 was. En oké, toen wist ik wel al wat ik bezwicht was. Maar voor mij, powerlifting was op dat moment veel gemakkelijker. Ik zat in een gym. Ja, en niemand deed dat al voor die ik wist al dat ik dat ik wist dus wat een squat was, wat een benchpress was, wat een deadlift was. Alles was heel gemakkelijk op dat moment voor mij. Maar als ik heel eerlijk moet zijn, als ik bijvoorbeeld op jouw leeftijd, of iets waar ik ook natuurlijk moet, maar als ik op een heel jonge leeftijd in een takje was gekomen, kan het heel goed zijn dat je misschien nog een politiewerk had gedaan. En ik denk ook voor de mensen die kijken, als je niet weet wat je moet doen, sowieso niet doen het maat. Je moet gewoon, het doel is natuurlijk ook gewoon sterk te worden. Ga je fitness kijken wat je leuk vindt.
Maar als ik mijn mening moet geven, als je zeker niet weet waar de voorkeur ligt, begin misschien met olieliftingen. Want het is veel makkelijker om te switchen van olieliftingen naar powerlifting. Ja, zeker. Ja, want ik heb eigenlijk nooit powerlifting gedaan als, alleen, als dat jullie het doen. Maar wij doen ook meerdere keer per week squatten wij. Dat is natuurlijk wel een beetje op een andere manier. Maar in essentie is hetzelfde. Je gaat door je benen en je gaat omhoog. Je krijgt er sterke benen van. ja. Dat is de essentie. Dat is de essentie van een squat. En dan een deadlift. Ja, wij doen eigenlijk nooit deadlifts. Maar wij hebben iets dat erop lijkt. Ja, we doen bijvoorbeeld clean pulls. Dat is eigenlijk een deadlift. Maar je plooit eigenlijk je benen meer in het begin, waardoor je eigenlijk meer op je benen doet, waardoor je ook op het einde nog een versnelling kunt steken op je baar. Want de bedoeling bij ons is dat je op het einde sneller gaat, terwijl bij jullie is dat eigenlijk dat jullie voeren dat traag uit. En dan, ja, bench, dat doen we eigenlijk nooit. Maar ja, oké, dat is ook iets wat je nog zou kunnen toevoegen. Dus ja, ik denk dat de basis er wel zit. En ik denk sowieso, je oefent uw lenigheid met gewicht even. Ik denk dat het al geen slechte is. Ook om blessures te voorkomen. Je wordt ook explosiever. Ik denk dat dat ook niet slecht is. Ook gewoon op technisch vlak. Ik denk dat dat ook goed is om... Ik denk dat dat ook een goede manier is om te leren hoe je lichaam werkt. En te leren voelen van oké, als ik dit doe, dan gebeurt dat. Als ik dit doe, dan gebeurt dat. Gewoon lichaamsbestemming is ook heel belangrijk. En als je dan overgaat naar powerliften, dan weet je dat ook al. Dan ga je ook al beter voelen van oké, als ik mijn baar daar hou, dan gebeurt dat, ik moet meer zo, of ik moet meer dit. Dus ja, ik denk dat dat dingen zijn die al heel belangrijk zijn. En dan heb je wel het squat en een soort van deadlift die je al mee hebt, dat je de beweging al ongeveer kent. En ja, als je dat niet ligt, dan kunnen we inderdaad nog niet omgaan en bouwen. Dus ja. Alright. Wauw. Ik vind dat we tot nu toe al een heel mooi gesprek hebben gehad. We zijn ongeveer een uur en een half aan het naderen. Dus ik denk dat we op het gemak dan een klein beetje gaan afronden. Misschien nog een voorlaatste vraag voor jou. Wat zou je meegeven aan jongere kijkers of oudere kijkers die eigenlijk zeggen van wauw, ik wil echt krachttraining doen, omdat dat een bouwafdeling of Olympische wedstrijd is. Wat zijn een paar tips voor jou om te zeggen van oké, begin hiermee en dan zit je wel wat in je eind. Ik denk sowieso het voordeel van de tijd waarin we nu leven, dat iedereen veel meer fitness doet en veel meer powerlift en gewicht heeft, dat er overal op internet wel tips staan en video's en filmpjes van iedereen. Dus ik denk dat dat sowieso al heel goed is. Dat je overal wel kunt zien. Ook de bewegingen kunt zien en zo. Dus ik denk sowieso dat dat een goede manier is van ga eens naar een fitness en probeer iets uit. Doe eens een squat, doe eens een bench, doe eens een deadlift, doe eens weet ik veel wat. Je kunt eigenlijk van alles doen. Ja, je kunt ook altijd een coach zoeken natuurlijk, of gewoon wat vrienden, dat je samen alles doet, dan kun je ook van elkaar leren, want de ene gaat het al weten, de ander gaat het al weten. Ja, gewoon kennis uitwisselen is ook altijd belangrijk. En ik denk wat ook belangrijk is als je iets niet weet, vraag het gewoon. Yes. Ik denk dat dat een heel belangrijke is. Zelf gewoon in de fitness, iemand naast u, als die het niet weet, gaat hij het wel zeggen, en dan vraagt het aan iemand anders. En ik denk op die manier ook dat je wel, als je daar verschillende mensen een keer gaat vragen, dat je verschillende meningen gaat krijgen van iedereen en dat je dan voor jezelf ook kunt bepalen van oké, wat vind ik nu eigenlijk dat het beste werkt voor mij en dan probeer je gewoon dat. En ik denk ook wat heel belangrijk is, is je gaat fout beginnen. Je gaat fout maken. Je gaat dingen doen waar je 2 jaar later gaat denken, wat heb ik in godsnaam gedaan? Ik heb dat ook, hè. Jij hebt dat waarschijnlijk ook. Dat zijn dingen die normaal zijn. En je leert daarvan. Hoe meer fouten je maakt, hoe beter je. 100%. En dat is ook iets dat ik heel veel zie terugkomen. Dat mensen heel, heel gefocust zijn op oké, wat moet ik exact doen? En dit en dat. En zo gefocust zijn om eigenlijk... Ze kunnen niet starten voordat ze weten van
oké, dit ga ik ermee bereiken. Of ja, dat werkt gewoon zo niet. Je kunt niet zeggen van, ik kan niet zeggen tegen u, ik ken niks van u, ik ken uw achtergrond niet, ik weet niet wat je al gedaan hebt, ik weet gewoon nul. En jij komt tegen mij vragen, wat oefeningen moet ik doen? Ja, bro, zo werkt het niet. Nee, dat is net gelijk als je begint met atletiek, dat je ook niet weet of dat je gaat eindigen op een Vlaams kampioenschap of op een WK. Allee, dat is net gelijk. Toen ik begonnen ben met gewichtheffen, ja, ik zat bij een coach en ik heb daarna geluisterd wat ik moest doen. En ja, in de hint deed ik mee aan een gewone wedstrijd in België. Oké, dat ging heel goed en dan een Belgisch kampioenschap. Maar wist ik veel dat ik ooit vijfde op de Olympische Spelen ging zijn? Nee, hè. Allee, dat is iets waar ik van droomt. Maar zelf in het begin denk je daar nog niet aan. Hè. In het begin denk je gewoon, oh, dat is plezant en ik doe dat graag en alles gaat goed. Maar je weet geen niet waar je gaat eindigen. Ik denk gewoon, probeer en je gaat wel zien. Als dat goed gaat, ga je dat wel merken en dan ga je verder gaan. Als dat niet goed gaat, ja, dan ga je dat ook merken en dan kun je ook op zoek gaan naar iets anders. Dat is gewoon ook een neveneffect van een passie. Als je een passie hebt, je doet iets echt graag en je smijt je daar volledig voor, ja, dan ga je gewoon bepaalde resultaten krijgen. Ja. Maar om een klein beetje, om nog een klein beetje back te tracken, je moet niet alles perfect doen in het begin. Dat moet niet. Oké, ja, het is ja, nog beter en nog dit en nog dat. Maar wat is het alternatief? Dat je niks doet? Ja, nee, hè, er zit nog van alles tussen. Je kunt gewoon beginnen en gewoon je best doen. En ja, zijn er mensen die bijvoorbeeld al meer weten hoe dat het misschien beter kan? Ja, oké, sure. Maar ik denk dat het, en ik zeg ik denk, ik ben daar heel zeker van, dat het veel beter is om suboptimaal te starten en dan altijd beter en beter te doen, dan jaren te wachten om het dan zogezegd perfect te doen. Want make no mistake, je gaat het nog steeds niet perfect doen. Nee, klopt. En dat hoeft ook niet. Nee? Nee, ja, je kunt. Ja, nee. Dat maakt gewoon niet uit. Ik denk dat je gewoon als je begint, denk dat al de grootste stap is dat je kunt zetten. Ik zeg ook altijd, als je niks extreem wil bereiken, moet je ook geen extreme dingen doen. Nee, inderdaad. En ik denk sowieso als je begint, dan gaat je nooit iets extreem verwachten. Allee, of dat zou toch niet de bedoeling moeten zijn? Dus als je gewoon begint en je doet gewoon wat je graag doet en je volgt advies van mensen, je gaat een keer een fout maken, je doet een keer iets wel goed, ja, ik denk dat al heel veel is om daarmee te beginnen en dan zie je wel dat je geraakt. En ik denk dat je in het begin gewoon, en ik dat al gezegd heb, ik denk dat het grootste is wat we vandaag gezegd hebben, je moet gewoon plezier maken. Zolang dat je het leuk vindt om dingen te doen, doe je gewoon verder. En dan zie je wel wat er gebeurt. Alright, kijk, ik denk dat dat een hele mooie noot is om af te sluiten. Misschien nog een kleine slotvraag. Je zegt van, ik heb nog nooit powerlifting gedaan en ik heb eigenlijk nog nooit echt weightlifting gedaan. Wat zou je ervan vinden, moesten we nu bijvoorbeeld na bepaalde, als je belangrijke kampioenschappen hebt, wat zou je ervan vinden om na van die belangrijke kampioenschappen, is eigenlijk een training van elkaar te doen. Dat ik, jij leert mij een uurtje of twee uurtjes, of hoeveel tijd dat we ook hebben, bodylifting. En ik ga je eigenlijk, oké, ja, je kunt wel squatten en je kunt wel deadliften. Maar ik denk dat het misschien wel leuk kan zijn om zo eens, ja, wat content te maken. Ja, echt goed. We kunnen dat zeker wel doen. Het enige wat ik inderdaad wel aan het denken was, is, ik denk dat ik makkelijker een uur powerliften kan aanleren dan jij een uur gewicht hebt. Ja. Maar we kunnen het proberen. Aan een quick learner, ik ga mijn best doen. Dus nooit doen we één beweging. Ja, ik denk dat dat sowieso het belangrijkste is. Ik focus bijvoorbeeld op de snatch of op de clean and jerk. Ik denk misschien, of zelf gewoon op een power clean bijvoorbeeld. Ik zeg ja, maar ik denk dat dat inderdaad al het gemakkelijkste gaat zijn. Ja, we kunnen dat zeker doen. Ja, want ik zeg het, ik ben altijd al warm geweest om ook olielifting te doen, maar ik besef ook gewoon, ik ben daar heel nuchter in, dat ik nog meer kan bereiken in het powerliften dan in het olielifting op dit moment. Want ik ben 25, ik ben op mijn 21 begonnen met powerlifting, ik ben nu 25. Ja, je moet daar eens kiezen natuurlijk, hè. Ja, nee, dat is waar, ja. Zeker als je al 25 bent, is dat moeilijk om nog over te schakelen.
Ja, ook nu dat zit weer volledig. Pas op. Ik zou ook niet volledig willen switchen op dit moment, want ik ben mijn hart wel een beetje verloren bij powerliften. Maar ik weet ook wel dat als ik ouder word, naarmate dat ik 30, de 40, dat ik wel ook meer ruimte ga laten voor andere sporten. Mm-hmm. Want bijvoorbeeld nu, ik squat 2 keer, bench 5 keer en deadlift 2 keer per week. Dat kan bijvoorbeeld 1 keer squat worden, 2 of 3 keer bench, 1 keer deadlift en daartussen nog van alles anders. Ik denk dat dat heel beneficial kan zijn om ook mijn quote-unquote motivatie te houden voor als ik ouder word. Ja, zeker. Ik ga vlug wel echt kennis maken. Oké, we zullen anders afsluiten. Ja, okay. We zullen anders afsluiten. Ja, kijk, de podcast is gedaan. Ik wil juist nog even jullie bedanken om te luisteren. Waar dat jullie ook kijken, laat even een goede rating achter. Nina, waar kunnen ze jou vinden? Voornamelijk Instagram. Mijn Instagram is nina.sterks en sterks is met CKX. Alright, en ik ga Nina niet lang meer laten wachten en ik ga haar naar het toilet laten gaan. Oké, voor de luisteraars, om even context te geven waarom dat we de podcast zo snel hebben moeten afronden. Nina is bezig met een waterkut. En dat wil dus zeggen dat ze nu heel veel aan het water drinken is en dan moet je wel eens naar het toilet gaan. Dus alleszins nog eens dikke merci voor het luisteren. Zoals ik al zei, laat even gewoon een goede rating achter. Klik op het hartje, volg eventjes. Het doet heel veel om steun te ontvangen van jullie. En dan ben ik er gewoon met content voor jullie. Dus big love naar jullie toe en tot de volgende.